Het Chinees nieuwjaar wordt een vol uitdagingen, maar ook nieuwe kansen, zegt Juan Rui Wang, adviseur van de SCUA, in gesprek met de redactie. Op zondag 22 januari begint het Chinees nieuwjaar dat in de eerste plaats een familiefeest is. In China reizen familieleden van de grote steden terug naar het platteland, wordt er vuurwerk afgeschoten en staan rode lampions centraal. Chinees nieuwjaar heeft een veel diepere betekenis dan alleen feest vieren. De meeste van de verenigingen hebben een etentje gepland omdat Chinees nieuwjaar eigenlijk staat voor bij elkaar komen om te eten, bij elkaar komen om gezellig te zijn. En dat is eigenlijk het hoofddoel van Chinees nieuwjaar. Want Chinees nieuwjaar is eigenlijk gelinkt met het manfeest. Manfeest is waarbij een beetje geschiedenis. U weet, China was een landbouwland. En landbouw was heel belangrijk voor de Chinezen van toen. Nog steeds eigenlijk. En daarom, tijdens manfeest was het een teken van oké, nu moet je stoppen met werken, want dan krijg je winter. En Chinees nieuwjaar is juist het tegenovergestelde. Is winter is al voorbij, spring gaat komen, dus het is weer tijd om te werken. Dus het is een tijd van nieuwe start, nieuwe begin en het is een tijd van dat alle positieve dingen zullen gebeuren. Gedurende 3 jaren moest de gebruikelijke wijze van Chinees nieuwjaar ingetogen worden gevierd. Daar komt dit jaar verandering in, aangezien de 14 organisaties al ruim van tevoren hun activiteitenschema hebben uitgewerkt. Het zal niet alleen bij de standaardactiviteiten blijven, zegt Wang. De Squaw-vereniging heeft een tempelveer georganiseerd. En dat wordt gehouden op zondag, dat is op Chinees nieuwjaar zelf, op KKF-terrein. We hebben 3 jaren niet gefeest. En voor komend jaar, of voor 2023, kunnen we misschien een beetje feesten, dus aanhalingsteken. En daarom is het dan gepland om een tempelveer te organiseren. Ja, dus het is net als een beurs met Chinese cultuur. Daar heb je misschien de traditionele kleding, een tentoonstelling van traditionele spullen van China, cultuur van China, verschillende art. En ook er zijn ook dans- en zangvoorstellingen. Volgens de Chinese kalender begint zondag het jaar van het konijn. Wang merkt op dat als er wordt gekeken naar de eigenschappen van het komend jaar, deze veel bijzondere aspecten met zich meebrengt, met name gevoeligheid, voorzichtigheid en elegantie.